die verrezen is, doet ons samenkomen. Het maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen. Broeders vrij en opgericht, alleluia, hef die ogen, alleluia, naar den hoge, hef die ogen naar het licht. Christus brak de slavernij, brak de donkere dagen. Reizend uit zijn graf heeft hij Adams dood verslagen. Broeders vrij en opgericht, alleluia, hef die ogen, alleluia, naar den hoge, hef die ogen naar het licht. Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven. Het maal van zijn gedachtenis zal dat ook ons geven. Broeders vrij en opgericht, alleluia, hef die ogen, alleluia, naar den hoge, hef die ogen naar het licht. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Geachte broeders en zusters, met ons verbonden via de lokale omroep, van harte welkom op tweede Paaszondag, beloken Pasen, wat zoveel betekent als afsluiten, een oud woord. We sluiten het paasoctaaf af. Maar het is ook de zondag die destijds onder de zalige Johannes Paulus II onder de goddelijke barmhartigheid werd geplaatst. Het woordje barmhartigheid is in het Hebreeuws nauw verwant met het woordje moederschoot. En in het moederschoot vormt zich het leven. Daar word je gevormd met vallen en opstaan als het ware. En ook later als je daar bent, als het goed is, dan wordt je beschermd door je ouders, die waken over je, die vormen je. Met al die mensen daaromheen, leerkrachten en anderen die je ontmoet. En ze hebben geduld met je, want het leven is een leerproces van vallen en opstaan. Soms mild oordelen, maar dan toch weer de ander overeind helpen, zodat men verder kan trekken. We vragen God ook om mild te zijn met ons. En het woordje barmhartigheid zit het woord hart. En daar waar we misschien een kort lontje hadden, omdat we soms de quarantaine als iets ervaren van op elkanders lip zitten, kinderen in de ene hoek, de echtgenoten in de andere hoek, alles met de tablets en de laptops, dan kan het wel eens wrijven. En daar waar we ook iets te weinig stil hebben gestaan bij God zelf, daar vragen we aan het begin van deze Eucharistie God en elkaar om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondig heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. De vaste gezangen zijn van de Marcusmis. Dus als u thuis een missaaltje hebt, de Marcusmis. Heer.
Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Christus, ontferm u. Laat ons bidden. Barmachtig en eeuwige God, ieder jaar weer brengt Gij in de viering van het paasfeest het geloof van uw volk tot nieuw leven. Blijf ons allen met genade en hoop verblijden en troosten. En laat ons de diepe zin verstaan van het water waardoor wij zijn gereinigd, van de geest die ons blijft inspireren en wie wij zijn herboren, en van het bloed aan het kruis, waardoor wij zijn verlost. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. We willen gaan luisteren naar de lezingen van deze zondag. De eerste lezing is uit de Handelingen der Apostelen. De eerste christenen legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en het gebed. Ontzag beving een ieder, want door de apostelen werden vele wonderbare tekenen verricht. Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel, in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer bijeen.
die gered zouden worden. Zo spreekt de Heer. De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Dierbaren, gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel. In Gods kracht, geboren door het geloof, wacht gij op het heil dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden. Dan zult gij juichen, ook al hebt ge nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. Maar die zijn nodig om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen. Uw geloof, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door vuur gelouterd wordt. Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt gij lief zonder hem ooit gezien te hebben. In hem gelooft gij, ofschoon gij hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn als gij het einddoel van uw geloof, uw redding, bereikt. Zo spreekt de Heer. De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia. Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia. Want Jezus, onze koning groot, alleluia. Verrees in glorie van de dood, alleluia. Van vrede zijt, alleluia. De schepping is om u verblijd, alleluia. De morgen van de eerste dag, alleluia. Zijt gij verrezen uit uw graf, alleluia, 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 alleluia. De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia. Hij maakt ons in zijn liefde vrij. Paradijs, alleluia. Zijn woord en brood zijn onze spijs, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. Op de avond van de eerste dag van de week
Toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen ze de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u." Na deze woorden blies hij over hen en zei: "Ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonde vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: "We hebben de Heer gezien." Maar hij antwoordde: "Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven." 8 dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Vervolgens zei hij tot Thomas: "Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig." Toen riep Thomas uit: "Mijn Heer en mijn God." Toen zei Jezus tot hem: "Omdat ge mij gezien hebt, gelooft gij. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben." In het bijzijn van zijn leerling heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan die niet in dit boek zijn opgetekend. Maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat gij door te geloven leven moogt in zijn naam. Zo spreekt de Heer. Geachte broeders en zusters, ongetwijfeld kent u wel het gezegde: eerst zien dan geloven. En daar gaat het vandaag ook min of meer om in het evangelie wat u hebt gehoord. Vraag de mensen op de man af: ben je gelovig? Dan zul je vaak een zeer ontwijkend antwoord krijgen. Politiek en geloof, dat ligt gevoelig. Dat zijn twee items, daar vinden we allemaal wel wat van en kan soms tot zeer verhitte discussies leiden. En als je echt doorprikt op de kwestie van: ben je een gelovig mens, dan lijkt het wel of tegenwoordig zich zeer veel mensen schamen. Of men komt met een wazig antwoord: ik geloof in energie, dat moet toch iets meer zijn. Het woordje geloven heeft te maken in het Latijn verwant met het woordje credo. Daar zit het woordje cor in. En dat betekent zoveel van: ik geef mijn hart aan iemand. Geloven wil zeggen, je geeft je hart aan iemand. Stel je voor, je bent getrouwd en de ene vraagt: en hoe gaat het? En de ander zegt: ik houd van iets en dat iets zit thuis op de bank. Nou, u zou een trap krijgen en terecht. Die persoon is niet een iets, maar is een concreet iemand. En dan snap je wel waarom het dan soms een beetje lachwekkend is als je zegt: ik geloof in iets. Want geloven is een relatie met een concreet mens en niet zomaar iets. Geloven is geen vanzelfsprekendheid. Juist in onze tijd is er veel om te doen. We worden beproefd, we worden geraakt. We hebben de zorgen op het gebied van gezondheid. We hebben zorgen op het gebied van de economie. Gaan we het redden? Krijgen we het rond? Moeten we de spaarcenten aangrijpen? Wat biedt de toekomst ons?
Het is toch allemaal onzeker, zeker in deze dagen waar we nog steeds geen vaccin hebben. En je ziet de sterftecijfers stijgen in Amerika en ook weer in China terug. Het zijn onzekere tijden. En toch zoeken mensen dan een stukje houvast in deze dagen. Loop maar eens in een van onze dagkapellen naar binnen en je ziet kaarsjes branden. Mensen zoeken naar troost. Mensen zoeken naar hoop, naar verbondenheid, naar samen zijn. Geloof is een beleving, onderhevig aan de stemmingen van het ogenblik, zo lijkt het. Maar geloven is meer. Geloven is de concrete band aangaan met een medemens, maar vooral ook met Christus. We hebben net als de apostelen uit het evangelie vaak de deuren vergrendeld uit schrik. We zijn bang dat de anderen ons misschien een softie vinden, omdat er zeer velen rationeel zijn. Maar ook deze tijd heeft ons geleerd dat mensen die zeer nuchter en rationeel zijn, ook een tikkeltje onzekerder zijn geworden. We hebben ons geloof vaak zo privé gemaakt dat het dreigt te verstikken aan gebrek van zuurstof van buitenaf. Want geloven, zo leek het onlangs nog, was toch met name iets van jezelf. We zoeken het wel zelf uit. Maar geloof gaat gepaard met gemeenschap, met verbondenheid. En dat missen we in deze dagen. In onze kleine appartementen, in onze huizen, vaak opgesloten met de innerlijke kring, missen we de ander. We missen het moment van de ander te kunnen vastpakken, te kunnen omarmen, te kunnen zoenen. We missen het moment om even bij een grootvader of een grootmoeder binnen te lopen in een van de verzorgingstehuizen. En dit virus houdt geen rekening met leeftijd. Vorige week hoorde ik nog van een jonge man van 25 uit Heldenpanningen die stierf aan het coronavirus. Een moeder en vader die weent. De jongen stierf in het ziekenhuis, omarmd door zijn vader. Het beeld van een eigentijdse pieta. In het evangelie van vandaag zien we een mens centraal staan en hij heet Thomas. De traditie heeft hem de ongelovige Thomas genoemd, maar je zou hem net zo goed kunnen noemen de nuchtere Thomas. En misschien is dat laatste wel een wat betere titel voor hem. Hij was iemand die niet zomaar alles slikte wat men hem vertelde. Eerst zien, dan geloven, zo luidde zijn devies. Hij had het moeilijk om te kunnen accepteren dat die Christus er niet meer was en hoe het verder moest. En er zijn in onze huidige tijd veel mensen die op die Thomas lijken, die sceptisch zijn, ongelovig zijn, rationeel zijn, nuchter zijn. En er is niets mis mee. Mensen die vragen stellen, die twijfels hebben. En vaak hoor je ook in deze dagen, waar is die God? De grote afwezige, zo lijkt die wel. Juist dan kan de gemeenschap ons helpen. Thomas wordt gesteund. Hij keert terug in een gemeenschap die hem enthousiasmeert, die hem opvangt, die hem niet buiten houdt. Jij gek, jij gelooft niet, jij hebt hier geen plek meer. Nee, ze trekken hem aan. Ze willen zich ontfermen over hem, ze willen naar hem luisteren. En juist dat laatste wordt aangegeven door familie, vrienden, kinderen, mensen rondom je heen die je ontmoet. Dat zijn mensen op steun. Die op deze dagen natuurlijk wat meer op afstand, maar toch verbonden via een telefoon, via Skype, via de kade of op welke wijze ook. Mensen die op zoek gaan naar geborgenheid, naar het wijgevoel. Mensen zoeken in onze dagen een thuis. Maar dat is ook datgene wat Thomas vindt in de gemeenschap. Hij verlaat de gemeenschap niet. Hij gaat het niet ergens anders zoeken in zijn vertwijfel. En die groep draagt ook zorg voor Thomas. We hebben de Heer gezien, zo klinkt het. Ze willen hem deelachtig blijven maken aan een geloofsgemeenschap. Hem erbij blijven betrekken. En terwijl ze zo samen over Jezus spreken, komt die Christus ook in hun midden. Thomas hervindt het geloof en de verrezen Heer binnen die gemeenschap. Binnen een familie. Binnen een gezin,
binnen de relatie van mensen die elkaar troosten, die elkaar bemoedigen, die elkaar verder dragen. De evangelist Johannes maakt ons vandaag duidelijk dat als we Christus waarlijk willen ontmoeten, ons geloof en de verrijzenis willen versterken, we ons mogen openen door alle kritische en rationele vragen heen. We mogen hem vinden in deze Eucharistie, maar ook in elk teken wat we doen, in barmhartigheid en liefde, hoe klein het ook is, boodschappen doen voor die ander, een kind enthousiasmeren, een persoonlijk kaartje schrijven zoals onlangs dat een juf doet voor alle 38 kinderen van groep 7 en 8. Het zijn die kleine, hoopvolle taken die samen in die gemeenschap die hoop, dat licht van onze paaskaars verder dragen. Dat wij blijven hopen, resoluut, niet vertwijfelen. En als het ons tegen zit, durf te bellen, zoek contact, durf te bidden. Steek thuis dat kaarsje aan, kijk eens naar dat kruis. Hij is er, dat hij ons blijft troosten en bemoedigen in deze onzekere tijd. We willen samen, en dat mag ook staand, waarom niet vanuit de woonkamer of waar dan ook, ons geloof belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaalde ster hadden, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. We gaan onze intenties richten tot God en we willen bidden. Bidden wij voor de herders van de kerk, dat zij de dienst van de verzoening die Christus hun heeft toevertrouwd, met vreugde mogen vervullen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u. Voor allen die vervolgd worden om hun geloofsovertuiging of politieke opvattingen, dat ze opnieuw mogen leven in vrijheid en hun geweten kunnen volgen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u. Voor allen die weten dat ze spoedig moeten sterven, dat het geloof in de verrezen Heer hen mag bemoedigen, laat ons bidden. Heer onze God, heb ik bidden voor ons. Voor ons dorp, dat God ons voorspoed en onderlinge solidariteit wil schenken, laat ons bidden. Heer onze God, heb ik bidden voor ons. We bidden ook een moment in stilte voor onze eigen persoonlijke intenties. En we denken ook aan hen die ons zijn komen te ontvallen en zij die rouwen en zij die ernstig ziek zijn. Laat ons bidden. Almachtige God, uw Zoon heeft na zijn opstanding uit de dood aan zijn leerlingen de Heilige Geest meegedeeld tot vergeving en ook tot hoop. Wij vragen u, vermeerder ons geloof als wij twijfelen, opdat wij mogen weten dat u er bent en dat u ons wilt troosten en ons wilt sterken in ons gebed. Dat vragen wij u door Christus onze Heer.
Gezegend zijt gij, God Heer van al wat leeft, uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God Heer van al wat leeft, uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Barmachtige God, met deze gaven van brood en wijn leggen we ons leven in uw hand. Maak ons nieuw en vermeerder ons geloof in uw verrezen Zoon, Jezus Christus, onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid en om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen, maar vooral op deze dag die gij gemaakt hebt, bezingen wij u, want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Hij die voor ons geworden is het lam dat weg heeft genomen de zonden der wereld. Onze dood stierf hij aan het kruis, daar heeft hij de dood ontwapend en overwonnen. Hij is opgestaan ten leven en alles heeft hij nieuw gemaakt. Vreugde om het paasfeest vervult ons mensen die hier op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven en u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hogen. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hogen. We nemen het derde eucharistisch gebed, 3b. Als u thuis wilt meekijken, 3b. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige, heel uw schepping moet u prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt ge alles levend en heilig in de kracht van uw Heilige Geest. Altijd blijft ge bezig u een volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen, want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij het brood en sprak erover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en gaf een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden dat op de wederkeer dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood ge ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met alle patroonheiligen van onze parochies en met alle die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk nog onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, Harry onze bisschop, Everard de hulpbisschop, met alle bisschoppen de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng aan uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig bidden in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer, in hem schenkt ge alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Mogen we dan samen vol vertrouwen en in diep geloof bidden tot God met de woorden die Jezus aan ons heeft meegegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van al het kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan je apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar ons dat eeuwige leven.
Niets heb ik te vrezen in leven en in dood. U zij de glorie opgestane Heer. U zij de Laat ons bidden. Heer, gij zijt midden onder ons gekomen in onze eenvoudige gemeenschap. In het breken van het brood hebben wij u gelovig mogen herkennen. Wij vragen u, leer ons van dit geloof te getuigen door werken van barmhartigheid en liefde. Bij allen die met ons door het leven gaan en vervul ons van uw vreugde door Christus onze Heer. Geachte broeders en zusters, het is goddelijke barmhartigheid. Een paar jaar geleden had paus Franciscus een heel jaar onder het thema van barmhartigheid geplaatst. De werken van barmhartigheid, de hongerige en dorstige eten te drinken geven, de naakte kleden, de zieken bezoeken, de stervende op een waardige wijze afscheid van nemen en begraven. Werken die nog altijd hoog actueel zijn. Je ziet de beelden vanuit de zorg. Mensen die met man en macht zieken en stervende bijstaan, maar ook de vele priesters met ziekenzalvingen en zij die bewust waken met dat sacrament bij het bed van een stervende en de uitvaarten. Je merkt en je ziet de rouw die afgeremd is omdat je graag zoveel mensen erbij wilt betrekken en het is allemaal op afstand. De rouw van het niet kunnen verwerken omdat je net te weinig of geen tijd hebt om bij het bed te mogen zitten, om te mogen waken. En dat remt af, dat raakt mensen tot in het diepst. We zoeken naar houvast, we zoeken naar geloof. Geloof is synoniem met liefde. We hebben de concrete beeld van de Christus die ons inspireert, die ons uitnodigt om zelfs in alle kwetsbaarheid, als hij de wonden laat zien, tegen Thomas te zeggen, kom. Ik neem je, ik pak je vast, ik raak je, geloof, durf open te staan. Dat we ook barmhartig kunnen zijn in alle mildheid, dat we geduldige mensen kunnen zijn, dat we ook in deze dagen van crisis respect en tolerant kunnen zijn naar elkaar toe. En die geest willen we er ook voor bidden. God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden, wees ons uw volk nabij en genadig, nu we allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. We bidden voor hen om hoop en genezing. We bidden voor hen die aan het gevolgen van het virus zijn overleden, dat ze nu geborgen mogen zijn bij u. We bidden voor allen die werkzaam zijn op welke wijze ook, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk, ten dienste van ons en de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk in ons geloof en onze hoop, opdat wij niet blijven aarzelen, maar kunnen bouwen op uw goddelijke voorzienigheid door Christus onze Heer. De Heer zij met u. En zegen u allen, de Almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaan we allen heen in vrede. Alleluia, alleluia.